behandel maar frietje misschien eerst. Stel, maar eerst de bestellingen doen van de frieten. Dat was ook voordat we starten met deze podcast, dat we eigenlijk bestellingen doen. En tussen de tijd van de bestelling en de leveringen doen we een boeiend gesprek. En dat maakt omdat we tijd hebben en kunnen op tijd samen frieten. Dus, ja. Dus Marie, wat moet je doen? Een kleintje en een frikadeel speciaal, maar met tomatenketchup en gedroogde eiwitjes. Oké, een complexe bestelling, Lennart. Ik ga weer voor het slaatje deze week. Met een fishburger, een garnaalkroket, twee stuks, en een ragoussi. En een potje tartaar. Een rode honger, blijkbaar. En wat moet ik bestellen? Want dat zijn normale bestellingen van u. Oef, ze kennen dat overal. Zeg. Ik heb nog nooit problemen gehad met... Maar heb je vaste frituur in Wevelgem? Of? Ja, de dichtstbijzijnde is Frituur Belgique. Dus ik kan te voet frietjes halen. Dus wij gaan meestal... En ik moet zeggen, sinds corona is onze vrijdagavond toch wel een vaste frietjesavond. Dus het komt goed uit. Ja, perfect. Ja. Maar gelukkig dat we twee, drie hier kunnen staan en dat we niet in de ongelooflijk lange wachtrijen moeten gaan staan. Ook waar. Oké. Okay. Dat is ook een leuk moment, hoor. Wachtrijden aan de frituur. Oh. Kom je altijd iemand tegen. Is dat waar? Voor een babbeltje. Mm. Ik ga te wachten, maar tot hoor. Oké, okay, ik ga de bestellingen doen en we kunnen toch van start gaan. Alright. Welkom in Barak Frituur. Voor een goed gesprek. Met een Wevelhemner en een goed klap mayonaise. Dag luisteraars, vandaag vrijdagavond opnieuw een vrouw op de sofa bij ons in onze frituur, de frituur van Barak Frituur. Vandaag Marie de Klerk, een Kortrijkzaanse met een hart voor basket, maar ook het liefdeshart gevolgd naar Wevelhem voor Vincent van den Driessen. Ondertussen gesetteld en gepokt en gemazeld in Wevelhem, denk ik. Drie kindjes, heel actief in de plaatselijke basketclub van Wevelhem. Maar ook professioneel actief en een van de grootste en ook de beste, want ze zijn bekerkampioen en landskampioen en een van de beste clubs van ons land. En wie weet wat het wordt binnenkort in de Benelink. En misschien ook, wij hadden in principe geen politiekers in onze podcast. Toen we onze lijst opstaden, voldeden we aan onze eigen voorwaarden. Maar de actualiteit heeft het ondertussen wat ingehaald en veranderd. Sinds kort ben je ook tijdelijk weer politiek actief. Maar vandaag kijken we niet naar de politica Marie, we kijken naar de mensen. Marie de Klerk, dochter van een gekend iemand, maar ondertussen een bekend Wevelhemse zegt. En Barak Frituur, daarin babbelen we met boeiende Wevelhemnaars. Bij deze, Marie, welkom in onze frituur op vrijdagavond. De frietjes zijn besteld en we hebben nog een pakketje vragen voor jou. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Absoluut. Is er nog iets dat mensen niet van jou weten en dat wij ook niet gevonden hebben in onze research files ter voorbereiding van deze podcast? Of een misverstand die leeft over jou? Oei. Ik ben nogal een open boek, dus ik denk dat eigenlijk alles... geweten is, toch, of toch heel veel. Dat is een beetje het principe dat ik eigenlijk niets te verbergen heb. Ik heb ook een gerust geweten op dat vlak. Ik hoor wel van alles, hè, wat dat mensen zeggen, maar dat wil er allemaal niet zeggen dat dat waar is. Dus ik denk in de... Hoe lang woon ik hier nu? Ik woon hier 15 jaar in Wevelhem. Ik denk dat ik ondertussen al 4 keer terug naar Kortrijk verhuisd ben en teruggekomen ben. Ja. Maar dat is dus niet correct. Ik okay. zit hier al 15 jaar... Zeer goed. Oké. Okay. Dus, maar misschien komen er straks, als je de vragen stelt, nog dingen naar boven die, waarvan ik denk, dat is misschien toch iets dat ze ook moeten weten. Oké. Okay. Je woont al een tijdje in Wevelhem en dat is ook de eerste ronde, de Wevelhem-ronde. En daar hebben we enkele vraagjes over. Barak Frituur. De ronde van Wevelhem. Ja, Marie, aan elke gast hebben we dezelfde vragen. Voor u gaan we starten met, wat is uw favoriete plaats in Wevelhem? Mijn favoriete plaats is mijn huis. We hebben het geluk gehad om een vlasloods te kunnen kopen in 2009. En we hebben die verbouwd tot een thuis. En ik ben heel graag thuis.
We hebben natuurlijk zicht op, in de verte op de leien, op de velden met de paardjes die nu in de weide staan. Ik ontvang ook zeer graag veel volk in ons huis. Er zijn al heel veel wevelhemnaars die ook thuis geweest zijn. Dus voor mij is dat een plek waar ik dan kan thuiskomen, waar dat de kinderen graag zijn en waar ik ook heel veel mensen graag zie komen. Dus voor mij is dat mijn plek. Oké, prima. Een favoriete personage in de gemeente Wevelhem? Steven, hè. Ah, bedankt. Vlak, ik zit al presentator en vedette. Ja, favoriete personage. Ik ben blij dat ik heb mij kunnen integreren. Eerst via de politiek een stuk, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar dan toch via de basket en via de scholen van de kinderen. Wat ik heel graag zie en voel hier in Wevelhem, is eigenlijk de verenigingen die eigenlijk wel zo goed functioneren. En ik kan niet zeggen, dat is één personage, maar het verenigingsleven, hoe dat ik ook hier aanvaard geweest ben als ik hier toe kwam, is via de verenigingen. Dat is niet via één personage of dat ik zeg, die kan ik er nu uitpikken. Maar groepen van mensen die elkaar graag zien op een of andere manier en waar je kan terechtkomen wanneer je zin hebt. Dus als je een beetje inspanning doet, hè, want als je in een vereniging zit, moet je ook wel inspanningen doen. Maar dan raak je er wel en dan ben je rap aanvaard en kan je ook wel stappen vooruit zetten. Dat is wel een veel gehoorde positieve kritiek voor de gemeente Wevelhem. Denk je dat dat toch verschilt? Daar ben ik van overtuigd. Ja. Daar ben ik van overtuigd dat dat hier toch echt wel een sterkte is. En dat zijn niet altijd heel georganiseerde dingen. Hè. Dat ik, Vincent, hè, mijn echtgenoot, die zit in groepjes waarvan ik eerder nooit gehoord had. Hè. De pingpongclub en de motoclub en de Paris-Roubaix-vrienden. In Kortrijk heb ik dat nooit zo aangevoeld. Hier in Wevelhem kan dat allemaal en is dat, heeft dat bestaansrecht, al die clubjes. En zijn ze ook actief. En dat vind ik wel leuk hier in deze gemeente. Dat kan. Dus in die zin is het voor Vessel ook waar zijn, maar voor de gemeente Wevelhem een lastig jaar geweest. Absoluut. Ja, absoluut. En ik denk dat iedereen stond op pauze. En ik denk dat we nu terug de play-knop kunnen induwen en weer van start gaan. Dus het is ook maar een jaar geweest. Hè? Ja. Ik had er gisteren nog over met een aantal vrijwilligers van de basketclub. Die snakken naar die vriendschap terug, hè, naar die activiteit. Maar die ook relativeren. Het was ook maar een jaar. Ja. En het is geen oorlog dat we geleefd hebben. Hè? Het was een coronajaar met heel veel pauze en heel veel stilstand. Maar we gaan nu terug vooruit. Maar zijn er ook dingen dat we kunnen meenemen uit die coronatijd, die zelfs misschien een verbetering worden of kunnen zien? Ik pak er toch zeker een aantal dingen mee. Hè. De ratrace, de redrace waar ik in geleefd heb de voorbije, laat ons toch zeggen, 15 jaar, of toch zeker met de kinderen. Ik heb toch wel genoten van een aantal rustmomenten. En ik ga dat toch proberen wat meer in te bouwen. Dus voor mij neem ik dat zeker mee. Dat was toch wel een positief punt. Dat ik ook wel beseft heb voor mezelf dat ik ook wel kan genieten van rust. Ik had dat toch niet echt door vroeger. Ik dacht dat ik meer altijd moest genieten van in groep zijn en sociaal zijn en erbij zijn en mensen het vuur of mensen in gang steken en zorgen dat ze mee konden participeren en mee werkten in een vereniging enzovoort. Maar ik kan daar nu ook wel van genieten, van even rust te hebben en een zaterdagavond gewoon thuis te zijn. In je eigen huis, zoals je zei in het begin. In je eigen huis, absoluut. Ja. Oké. Zijn er dingen die je stoort in Wevelhem? Wat mij stoort, is dat de infrastructuur, de grote weg die door onze gemeente loopt, stoort mij. Maar daar kan ik ook op vandaag niet zoveel aan doen. Het heeft ook zijn voordelen, hè, want commercieel gezien, als ik kijk naar wat we vandaag te bieden hebben, commercieel, qua handelszaken, eigenlijk kan je voor heel veel dingen in je eigen gemeente nog zijn. Dus we hebben niet echt een centrum. We hebben, ik zeg altijd, we hebben een langgerekt centrum. Hè. Dat loopt van,
van aan de luchthaven tot in Menen is dat ons centrum. En commercieel gezien is dat een voordeel. Maar het is niet de mooiste gemeente waarin dat we leven. Hè. Het is nog... goed, ja, er is nog werk aan. Ja, er is nog werk aan, maar het is ook wat het is. Hè. Dat is ja. Maar we moeten toch wel stappen kunnen zetten om rond andere plekken, bijvoorbeeld de school, hè, waar dat we toch naar een knippen gaan van een straat, hè, het SPW, waar dat echt een groene ruimte wordt voor de school, ja, dan moet je daar proberen te compenseren wat dat je op de N8 niet kan krijgen. En zijn er dan specifieke plaatsen waar je vrolijk van wordt? Waar ik vrolijk van word? Ja. Of dingen? Oh, waar ik vrolijk van word? Ik word wel vrolijk als ik nu bijvoorbeeld langs de Leie kan fietsen. En ook als het donker is, kan terugkomen met toch iets of wat verlichting. Ja. Daar word ik bijvoorbeeld vrolijk van. En dat de stad Kortrijk beslist heeft om het vervolg te doen. Om het vervolg te doen. Ja, wij waren daar toch inderdaad wat eerst. Daar word ik vrolijk van, maar ik word van veel dingen vrolijk, hoor. Ik word vrolijk als ik zie dat er een terras staat aan Bankske en dat we daar samen iets kunnen drinken en petanken, word ik ook vrolijk van. Dus ik word vooral eigenlijk vrolijk van heel veel activiteit. Ja. Het kleine geluk. Ja. Ik zie graag mensen bezig en kunnen samen een pint drinken. Allee, zo'n dingen word ik vrolijk van. Okay. En dan nog een laatste vraag in verband met Wevenham. Hoe ben je eigenlijk precies in Wevenham terechtgekomen? Ja, ik heb Vincent leren kennen in oktober 2004... En ik had een huis in Kortrijk en hij had een huis in Wevelgem. En zoals dat gaat, heb ik mij eigenlijk vrij snel aangepast. En ben ik eigenlijk vrij snel veel meer naar Wevelgem gekomen dan hij naar Kortrijk. En dan hebben we eigenlijk ook vrij snel beslist om samen te gaan wonen. En dan heb ik mijn huis verhuurd. En, ja, hoe gaat dat in de liefde en in elkaar leren kennen? Ik was eigenlijk op dat moment... Ik was 29, dus ik was ook niet meer van de jongste. Dus dan, als het goed zit, dan zet je snel ook stappen samen vooruit. En dat is eigenlijk spontaan gegroeid, dat ik in Wevelgem terecht gekomen. Maar je bent wie je bent nu, omdat je in de stad grootgebracht bent, daar opgegroeid bent. Zullen we dezelfde Marie zien vandaag? Moest je in Wevelgem opgegroeid zijn? Goeie vraag, maar ook een moeilijke vraag. Ik denk toch dat het min of meer hetzelfde ging geweest. Hè? Want uiteindelijk, als je opgroeit als kind in een stad... Ik denk dat er andere dingen mij getekend hebben dan puur het opgroeien in een stad. Van waar het is, ja. Ja, ik denk dat het feit dat mijn vader op een bepaald moment minister geworden is, heeft mij getekend. Mm-hmm. Het feit dat ik in een groot gezin opgegroeid ben, hè, dat ik ben de oudste van 5 kinderen, dat heeft mij getekend of heeft mij gevormd. Het feit dat we eigenlijk in een hele grote familie, niet binnen het gezin, maar ook familie, ik heb 15 neven en nichten aan de ene kant en nog een keer 10 aan de andere kant. Dus dat familiaal gebeuren, dat heeft mij gevormd. Ja. Kunnen basketten ook. Hè. Dus ik heb zelf heel lang gebasket. Of dat nu in Wevelgem of in Kortrijk was, op zich ging dat voor mij niet zoveel gescheeld hebben. Dus ik denk, het stadsgebeuren heeft mij niet zo gevormd, maar wel alles rond. Dus ik ga ervan uit dat dat eigenlijk vrij gelijkaardig was. Misschien de school waar ik... Ik heb van mijn 2,5 tot mijn 18 in het Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen gezeten. Is dat de school aan de Brultoornstoel? Nee, dat is in de Beverlaai. Dat is een katholieke. Van de Condé, die kant eigenlijk. Ah. Ja, wat dan nu onderdeel uitmaakt van Terizo, denk ik. Heeft mij dat gevormd? Ja, dat is een katholieke school, maar we hebben hier ook katholieke scholen. En ik weet ook niet of dat katholiek zijn mij zo gevormd heeft. Maar... Ah, is je nog vrij katholiek, hè? Of...
CD&V. We gingen niet over de politiek. Ja, het wordt lastig. Ja, ja. Nee, maar we, ik ben katholiek opgevoed en ik probeer een aantal waarden ook mee te geven aan mijn kinderen. Maar ik ga ervan uit dat dat eigenlijk dezelfde waarden zijn die jullie hebben en proberen mee te geven. Nee, voor mij, mijn vraag rond het opgroeien in een gemeente of een stad, je hebt wel veel meer uitdaging, maar ook andere uitdagingen in de stad, denk ik. Het feit dat je van thuis naar een school als tiener, maar krijg je heel veel meer uitdagingen of risico's in een stad, denk ik, dan in een gemeente. Dat gaat dan over verplaatsingen enzovoort. En wat cafés ik, ja, en andere... Maar kijk, ik was niet zo'n uitgaander. Mm-hmm. Ik heb mij onmiddellijk in een basket gegooid. Ja. Ik ben ook maar beginnen basketten als ik 11 was. Hè. Als je vergelijkt, mijn kinderen nu, ze zijn alle drie begonnen als ze 4 waren. Ja. En ik, mijn vriendengroep heeft zich daar rond gevormd en ik... Ja, ze hebben mij af en toe moeten zeggen, zelfs mijn ouders, van kom, ga nu een keer naar een fuif, want... Wat een beetje de saai. Ik was een beetje saai, ja. Absoluut. Ja. En of een Belgian cat à vol à lettre. Ja, nee, die kwaliteiten had ik niet, heb ik nog altijd niet. Maar ik was een beetje saai in de zin van zeer plichtsbewust. Ja. Zeer plichtsbewust. En eigenlijk altijd... misschien soms te veel binnen de lijntjes willen lopen. Ja. En veel respect voor mensen die je willen helpen en vooruit helpen. En gaat dat over leerkrachten of over coaches of zo? Als zij zeiden van je moet nu A doen, dan deed ik A. Ik heb dat nog altijd een beetje. Ja. Wel, over jouw jeugdjaren komen we subiet nog terug. We hebben nog enkele vraagjes in petto. Maar misschien even over naar de volgende ronde, de snelle vragenronde. We gaan het woelige vragenwater bevaren. En daarvoor heb ik een spelletje zeeslag klaargelegd. En bij deze gaan we over naar de volgende ronde, de zeeslagronde. Barak, frituur. Zeeslag. Marie, we spelen zeeslag. Je hebt de spelset gekregen. Wij hebben enkele boten verstopt op het speelveld. Elke boot bevat een thematische vraag over jouw leven, jouw interesse. Bedoeling is dat jij coördinatenraad er een letter en een cijfer op geeft. Ik controleer of je een bootje hebt geraakt of niet. Heb je een boot geraakt, dan stel ik een vraag. Dus jij hoeft gewoon te raden. A10. Is... ja, heel dicht in de buurt, maar nog net niet. Het is A9. Dat wordt nu echt wel heel warm. Dan ga ik voor A8. Verrassing, heel raak, ja. Een dilemma. Een driepunter maken of een dunk? Dunk. En waarom, kort? Omdat ik dat krachtiger vind dan een driepunter. Dat is een krachtig antwoord. Alright. We gaan verder op de zee. Je mag nog een coördinaat raden. G7. Het lijkt of je gespiekt hebt, dat je de bootjes weet. Je bent heel dicht in de buurt. F7. Dat is er vlak op. Ah. We blijven in de basketsfeer. De B-Next Liga, het samengaan met de Belgische competitie en de Nederlandse mannencompetitie. Een goede zaak. Een goede zaak voor een beetje innovatie in onze liga. In plaats van 4 keer tegen dezelfde ploegen te spelen, de Belgische ploegen, gaan we nu wat Nederlandse ploegen leren kennen. Dus op dat vlak een goede zaak. Er zijn wel wat risico's aan verbonden, want het niveau van het Nederlands basketbal wat minder hoog te zijn. Dus dat is wel een risico, hè, dat we onze eigen competitie niet wat naar beneden halen daardoor. Maar ik zie het eigenlijk vooral als een positieve zaak. En er wordt hard aan gewerkt en ik hoop dat de supporters ook volgen en gaan blij zijn van eens iets anders te zien. Maar dus binnenkort ook Nederlanders in de Oostendse tribunes. Ja, vanaf februari 2022. Dus eerst spelen we onze Belgische ronde. Vanaf 1 september en dan vanaf februari 2022 gaan we tegen de 5 beste Nederlandse ploegen spelen. Ja, het wordt geen vervanger, het wordt een extraatje. Het wordt extra, ja. Maar voorheen was het zo dat we dan nog eens een halve ronde of een volledige ronde tegen de Belgische ploegen speelden. Hè. En dus nu
komt er wat vernieuwing in. En ik kijk er ook naar uit om bij te leren van die Nederlanders. Hè? Want in die voorbereiding van die B-Next League voel je ook wel de kracht, de marketingkracht ook wel van die Nederlanders. Ja. En de visie dat zij op een aantal dingen hebben. Nadeel is dat zij minder professioneel georganiseerd zijn op vandaag. En dat zij dus van ons dat dan hopelijk ook wel willen leren van hoe dat je en vind je dat niet jammer dat dat zo'n complexe formule geworden is? Op zich is het zo complex niet. Het ziet er complex uit. Het is ongelooflijk. Ja, maar wat is kort de essentie? De essentie is dat we eerst een Belgische ronde spelen. Hè, tegen de andere 9 ploegen die licentie gekregen hebben. Daarna gaan we tegen de 5... gaan we Golden League en de Silver League gaan spelen. Dus wij de 5 beste Belgische ploegen spelen tegen de 5 beste Nederlandse ploegen. En dan zilver. En zilver hetzelfde. Andere, ja. Ja, ik ga er van uit dat we in de Golden League zitten. Stel u voor. Hè. En dan is het zo dat er Belgische play-offs en Nederlandse play-offs gespeeld worden. En wie niet in die play-offs zit, kan eigenlijk onmiddellijk starten met de B-Next play-offs. Waardoor dat de ploegen die anders geen wedstrijden meer hebben na een normale competitie, toch nog tegen die Nederlandse ploegen kunnen starten. En dus iedere keer is het de afvallers van de Belgische en de Nederlandse play-offs die in de B-Next play-off komen. Ja, dat is even hoogdig. Op zich is dat... Ja. Nee, ik allez. Oppassen dat we niet te veel uitweiden over basketbal, maar ik vind het gewoon spijtig dat dat geen formule zoals in NBA is, dat je een Western en een Eastern Conference hebt. Allee, komt dat ook België-Nederland, wat gemixte wedstrijden, en dat je dan play-offs speelde. Van FIBA mag dat niet. Ah ja, oké. Okay. FIBA is... is een Europese organisatie. Ja, maar ik denk dat dat belangrijk is, dat benoemd wordt, dat daardoor niet mag. Want... Dus we hebben heel dat onderzoek gedaan, en je moet... Zij willen absoluut dat er een Belgische competitie en een Nederlandse competitie. Voor de Europese tickets. Voilà. Voilà. Ja, dus je moet een Belgische kampioen hebben en een Nederlandse kampioen om te kunnen zeggen wie dat dan naar de Champions League gaat. Ja. En dus in die zin lukte dat niet om eigenlijk alles door elkaar te gooien. En, want dat is allemaal, dus, met een Hypercube, met een consultant allemaal onderzocht. En er is er veel onderzoek naar gedaan, maar soms zit je met limieten. Ja. En dit was het beste compromis binnen de limieten die er zijn. Maar jij gelooft er duidelijk in, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik zeg het, ik hoop dat ik veel kan leren van die Nederlanders, want dat is ook, denk ik, belangrijk. En dat zij ook van ons willen leren. En wij staan een stukje verder op vlak van professionaliteit. Ja. En in Nederland is het zo dat er in veel clubs geen personeel zit om de club te runnen op vandaag. Oké, mooi. Ja. Toch een wereld van verschil, lijkt me dat. Ja. En ik voorlopig ben ik nog altijd de enige vrouw ook die binnen de Belgische... Ik heb ook de indruk in de Nederlandse competitie. Zijn er heel weinig vrouwen die een directiefunctie of een staffunctie hebben. Dus misschien kunnen we daar ook wel... Marie de Klerk, dat bestaat niet in Nederland. Nee, voorlopig ben ik ze nog niet tegengekomen. Oké. Okay. Ja. Goed, je mag nog eens raden en een kanonbal afzien. D3. Daar is er weer al kloef op. We blijven even in het sportieve interesseveld. Heb jij zelf persoonlijke uitdagingen, sportieve uitdagingen bedoel ik dan? Ik had een keer opnieuw... Heb jij zelf... Ik had een keer wat knappozen laten... Misschien moet je wat met je micro een klein beetje dichter zetten, maar een beetje lager. Ja. Hoor je mij niet goed? Jawel, maar heel soms, als je te veel naar Steam kijkt, maar het zijn fracties. Wil je nog een keer aan, je coördinaat? D3 was het. Anders klopt het niet met mijn bootjes. D3? Helemaal raak, ja. Heb jij zelf sportieve uitdagingen? We zijn bezig geweest over jouw club, maar jijzelf? Ja. Mijn sportieve uitdaging is om voldoende beweging te hebben. Dat is mijn enige sport. Ik loop 2 keer per week. En op een vast ritme. Dat is ook zo weer iets. Ik loop de woensdagmorgen en ik loop dan de zaterdag of de zondagmorgen vroeg voor dag en douw. Voordat de wereld van start gaat, met de manier van spreken. Zeker voor de fysieke kijk of ook voor het mentale? Ja, nee, dat hangt bij mij zeker samen. Ja.
Tijdens dat half uur of 40 minuten, of afhankelijk van hoe dat ik me voel, uur lopen, zijn onvermijdelijk gaat er van alles door je hoofd. Hè. Dat kan je niet los van elkaar zien, of ik althans niet. Mm-hmm. Dus dan verwerk je een aantal dingen, of probeer je een aantal dingen, lijnen uit te zetten, dat je dan tijdens de dag verder ontwikkelt. Hè. Dus, maar ik probeer vooral... niet te veel na te denken, maar toch wat knopen bijvoorbeeld, dat je zegt van daar zit ik nu mee. Of dat is tijdens het lopen dat ik dat probeer te ontwarren. En omgekeerd, behalve het lopen, zijn er dingen die je ook absoluut niet ziet doen als sportdiscipline? Oh, heel veel dingen. Ik heb eigenlijk nooit een vervanging gevonden voor mijn passie, basket. Dus we zijn daarin heel beperkt. Hè, als je niet meer basket, als het fysiek niet meer gaat. Ik vind weinig alternatief. Ja, maar het is vooral fysiek ook dat het niet meer gaat. Ja. Mijn Achillespezen. Want ik kan perfect lopen. Hè, ja. Dus je zou kunnen zeggen, dan kan je ook basketten. Maar het is toch een belastende sport eigenlijk. En dus ik denk je komt nog dikwijls tussen heel veel oud-basketters. Ik denk dat iedereen wel kwalen heeft die meesleurt. Absoluut. Nek, rug... knieën, voeten. Hè. Dus het is een belastende sport. Maar bij mij hingen... ik kon gewoon niet meer springen. Ja. Mijn Achillespezen lieten het niet meer toe. Ja, dan kun je niet meer... Als je geen 1, 2 en omhoog voor lay-up kan doen... Ja, dan... En voor de dunks. En voor de dunks, nooit gekund. Maar... En het nieuwe zwembad, ben je daar al geweest? Of geen waterrad? Je mocht mij €100.000 geven, ga ik misschien wel doen. Maar ik vind water verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik zet mij in 40 graden aan een zwembad en ik ga er niet in. Ja. Nee. En is er geen verklaring voor? Of? Nee. Ik vind water verschrikkelijk gewoon. Ik vind het... Een douche, dat kan nog... Ja, met... douchen wel. Uiteraard. Iedere dag neem ik een douche. Maar ik vind het niet aangenaam om... in een zwembad en er terug uit en koud. En ja. Liever de basketarena. Ja, lekker warm basketarena. Ik heb nogal last van... ik heb snel koud. Zeggen altijd, de bloeddoorstroming werkt niet zo goed. Kan zijn, maar ik... dus alles wat dat fysiek mij kan koude geven, vind ik niet zo leuk. Ja. Dat is misschien iets dat je nog niet wist van mij. Voilà. Ja. We leren bij, voilà. Ja. Goed, ik heb nog een vraagje verstopt op de bootjes, als je nog één keer wil raden. J. J1. Ja, is oké. Is raak. ik denk dat je onze voorbereiding hebt gekeken. J1. Hij is een vraagje die ons terug ook in de basketarena brengt. De Belgian Cats, ze zijn redelijk hot. Ze komen veel in de sportaandacht op Sportza. Maar ook hier in Weeflaam leeft het wel, vind ik. Wat zijn jouw verwachtingen voor de Belgian Cats in Tokio? Er is nu nog eerst het Europees kampioenschap. Zonder jouw vriendin ook, Anne Wouters. Ja, jammer. En ik ga volgende week naar Valencia zelf. Dus ik had de ander graag bijgehad. Maar goed, dat zijn sportieve beslissingen die niet aan ons zijn om te maken. En ik ga ervan uit dat dat op een goede manier gebeurd is. Wat ik zo chic vind nu terug aan haar, is dat ze blijft supporteren zelf van het thuisfront. Als ik kijk op haar sociale media... dat is zo'n klasse vrouw, dat ze dat ook nu met zo'n positiviteit nog opnieuw doet. Ja. Ik zie het niet veel andere meisjes doen. En het is daarom ook dat ik ze zo fantastisch vind. Omdat ze dat, en dat bewijst ze nu opnieuw. Wat zijn naar Tokio toe? Ik denk, ik heb gisteren... Nee, vandaag. Vanavond. Op vrijdag, ja. Naar Tokio toe. Ik heb vandaag de match gezien tegen Slovenië. En het was een hele sterke collectieve prestatie. Nodig ook na het verlies tegen Bosnië-Herzegovina. En ik denk dat de kracht in het team zit. Zo simpel is het. En ik... wat dat dus gebeurd is tegen Bosnië-Herzegovina, is dat eigenlijk Emma...
de enige was, Emma Meesman, de enige was die wat op niveau was. En dus het team... Collectieve off-day. Ja, collectieve off-day. En dat hebben we vandaag gezien, dat het veel beter was. Dus ik geloof wel in de kracht van het team. En ik geloof op veel vlakken in kracht van het team. Ik ben zelf een absolute teamplayer. Ik ben niet iemand die... die individueel wil pluimen op mijn hoed steken. En ik denk dat ze door de tijd dat ze al samen werken en samen leven en samen doelen willen bereiken, dat eigenlijk dat we nog wel eens kunnen hoog scoren, zowel op het EK als in Tokio, absoluut. Ja. Oké. Okay. Nog een laatste zeeslagvraagje. Moet ik weer een bot of ga je zelf de vraag stellen gewoon? Nee, je mag nog een keer raden. Ik vind dat je dat goed kan. F8. Hij zei net niet. F9. Nog niet. F10. Ja, dat wel. we bleven een beetje in de basketsfeer, maar het is ook een wezenlijk deel van jouw bestaan en van wie dat je bent. Je werkt sinds kort ook samen met ook een ex-politicus, Johan van Lanotte. Maar iemand die toch ook die basketliefde al heel zijn leven keihard in hem heeft. Hoe bevalt dat? Is dat een last of is dat een lust? Met iemand samenwerken die dezelfde passie heeft, basket. Maar die anderzijds een man is, die ook al jaren in de club zit. Jij bent daar nieuwe wind. Wij vroegen ons af in de voorbereiding, hoe gaat dat? Het is jammer dat er geen beelden in een podcast is. Het is een goede vraag. Ik kende uiteindelijk Johan van Lanotte als collega, ex-collega van mijn vader. Ja. Hè? Dat was de enige manier waarop ik hem als uiteindelijk bekend persoon. Dus ik heb hem het recht gehad om hem nu beter te leren kennen, sinds dat ik nu 2,5 jaar in Oostende zit als CEO. Ik heb ook als CEO zijn vrouw, die onlangs overleden is, opgevolgd. Dus dat maakt het nog wel wat meer bijzonder, hè, want dat was voor Marijke ook na 20 jaar in de club toch ook wel op pensioen moeten gaan. Dus dat maakt het ook wel wat bijzonder. Dus die relatie, onze relatie tussen Johan en mezelf heeft... is daardoor ook wel wat gevormd geweest. Maar ik heb enorm veel bewondering voor hem. In de zin dat hij ondertussen zijn we nu voor de 10e keer kampioen. Hè. Hij zit zelf ook een 20-tal jaar, denk ik, in de club. Dat is zijn passie. Basket is ook gewoon echt zijn passie. En de manier waarop dat hij dat de voorbije jaren gedaan heeft, tussen... als in andere bezigheden. Ik heb daar alleen maar bewondering voor. En hij is op dat vlak... het is een hele slimme man. En ook op dat vlak een hele slimme man. Dat is duidelijk ondertussen. Na al de successen dat we gehaald hebben. Dus ik leer daar elke dag van bij. Op dat vlak. En aan de andere kant is het voor hem ook natuurlijk wel wat aanpassen. Dat ik als CEO ook wel de lead moet nemen. Mm-hmm. En... dus af en toe is het zo van, oké... Verschillen jullie dan toch van mening? Of? Ja, niet zozeer van mening, maar van aanpak en van hoe dat hij... niet van mening, hoor. Dat valt eigenlijk zeer goed mee. En ik kan echt wel volgen waar dat hij naartoe wil. Maar soms vergeet hij dat ik de CEO ben en dat ik beter de lead neem in een aantal dingen. Ja. En dat is zeker niet kwaad bedoeld. Maar dat is ook hoe dat hij zijn gedrevenheid en hoe dat de voorbije jaren... gegaan is en hij pakt dat gewoon op en hij neemt zijn telefoon en hij belt naar persoon A, B, C. Maar al bij al, ik heb er gisteravond nog bij gezeten. En hebben we eigenlijk een hele goede verstandhouding en kan ik er alleen maar van leren. En heeft hij ook, denk ik, vertrouwen in mij en kunnen we eigenlijk wel nog veel stappen vooruit zetten. Ja, oké. Misschien even terug, Ton. We zijn een beetje bezig over jouw leven nu in de basketclub. Maar we hebben ook nog een paar andere vraagjes, zonder dat je hoeft te raden achter zeeschepen. Maar misschien even terug naar jouw jeugdjaren. Want aangehaald dat we daar nog gingen op terugkomen. Steven, je had daar ook nog een vraag over. Ik ben daar ook ongelooflijk naar benieuwd. Je bent de dochter van je hebt dat straks zelf vernoemd, van een minister.
van een vooraanstaand politieker. Ja, wat doet dat met een jong meisje die opgroeit in Kortrijk? Gaan er dan meer deuren open of krijg je veel kritiek of word je daarop aangesproken? Ik was al eigenlijk vrij oud als zij minister geworden is. Het grootste nadeel was toen dat ik eigenlijk rechten studeerde op het moment dat mijn vader minister van Justitie was. Ja. Dus dat heeft voor mij toch wel een serieuze impact gehad op een of andere manier. Weliswaar niet in mijn hele jeugd, mijn jonge jeugdjaren, mm-hmm. maar eerder in mijn adolescentenperiode. Ja. Waardoor dat ik toch achteraf bekeken het gevoel gehad heb zo van mij toch wat meer te verstoppen een stuk, mm-hmm. dan te leven ja. op dat moment. Omdat je de dochter van ja. was. Ja. ja. En dus in elke, ja, natuurlijk in de rechten zitten, in Leuven, in de aula, om de drie zinnen gaat het over de minister van Justitie. Ja. Ja, dan zit, ja, dat is logisch. Dus ik had iedere keer zo het gevoel van, zit ik hier wel op de juiste plaats op een of andere manier? Terwijl dat er eigenlijk niets mee te maken heeft. Maar dan voel je de ogen op jezelf, op mij, voelde ik de ogen op mij gericht. En dat was niet zo'n fijne periode. En ik heb mij dan ook wel nog meer in de basket gegooid. Ja. Ik speelde toen ook zelf basket. Hè, en bij Kortrijk eerst, dan ben ik in Leuven gaan basketten. Dan Oudenaarde. Maar heb ik eigenlijk naast in de aula zitten en proberen te studeren, het stukje sociaal leven, naar mijn gevoel nu, te veel beperkt tot het basketverhaal. En dat komt eigenlijk wel een stuk en door. En het specifiek moment dat uw vader ontslag nam, omwille van de ontsnapping van Dutroux, heeft u dat dan ook persoonlijk geraakt? Ik zat toen in Madrid. Ja. Ik zat op Erasmus in Madrid in 98. Zonder gsm, amper internet. En, ja, dat was rond de jaren 2000, hè? In 98, hè, ja. heeft hij zijn 23 april 98... De boswandeling. De boswandeling van Dutroux. Dus ik zat in Madrid op Erasmus en hij, er was al niet zoveel contact, want dat ging ook toen op dat moment niet. Dus ik heb dat nieuws gezien, gehoord op het eerste punt van het nieuws in Spanje. Ja. En ik zat daar toen wel met een vriendin, dus ik had wel daar dat was geen probleem. Maar dan heb ik contact gehad met mijn vader en ben ik van Madrid naar Barcelona gevlogen. En zijn mijn ouders van Brussel naar Barcelona gevlogen en hebben we eigenlijk een aantal dagen samen beleefd in Barcelona. Dus heeft dat impact gehad? Ja, uiteraard heeft dat impact. En ik was er niet bij. Hè. En dat is, we hebben natuurlijk een hele sterke gezinsfamilieband. En als we dan op een afstand zitten, is dat wel moeilijk. Maar we hebben dat dan proberen goed te maken om samen naar Barcelona ja. te gaan. Oké, dan nog toch iets goed aan. Absoluut, ja. absoluut. Mm-hmm. Ja. Maar... Ja, misschien nog even uitweiden. Maar die familiesterkte, dat vind ik wel iets typerends voor de Klerks. Ik vind dat je dat ja, merkt bij hier, met je post op social media, maar ook bij je broer Felix en zo. Ik weet ook dat jullie zo vroeger de traditie hadden op vrijdagavond met heel het gezin, ondanks iedereen zijn een drukke agenda, dat jullie samenkwamen. Een beetje like dat jij nu met je gezin en corona frietjes eet op vrijdag. Ja. En dat het belangrijkste dat je ouders je meegeven, dat familiale? Ja, loslaten. Dat hebben ze meegegeven. Maar tegelijkertijd ook een stukje dichtbij houden. Komen, ja. Ja. En ook de vrijheid geven daarin. Maar dat is, die band is... het is niet dat wij mekaars deur platlopen, hè, wel in tegendeel. Maar het was vorige week mijn verjaardag bijvoorbeeld. En dan was ik dus zo gelukkig. Dat was eigenlijk het leukste moment, dat we iedereen buiten konden ontvangen ja. na zoveel tijd. Dus dat is een bijzondere band. En vooral op moeilijke momenten. Hè, als, ik weet niet meer in welk jaar het was. Als mijn vader gestopt is als voorzitter.
Was ik met mijn twee zussen in Brussel op het hoofdkantoor van de partij, bijvoorbeeld. Dus dat zijn zo momenten waarin dat we dan misschien ook soms impulsief beslissen, we gaan dat nu doen, want we moeten daar zijn voor elkaar. Mijn moeder heeft 2 jaar geleden de diagnose gekregen, hè, dat ze kanker had. Hè? Zomer 2019. Op dat moment zijn we allemaal samen en kunnen we dat wel bespreekbaar maken en kunnen we zeggen van oké, hoe gaan we dat hier aanpakken? Dus dat zijn momenten die zeer kostbaar zijn en dat we ondanks alle drukke levens toch proberen te doen. En dus dat we, ja, ik voel mij een stukje ook wel verantwoordelijk als oudste om dat soms ook wel te initiëren, hè? Want dat gaat ook niet altijd ja, even de mater familie als een beetje, ja. Toch een beetje, ja. Maar met veel plezier. Ja. Oké, de dingen aansturen, dat is wat je wel in de familie, maar dat is ook jouw job bij Basketclub Oostende. We hebben al een beetje gebabbeld over de komende sportieve ambities van de club en de Benelux en zo. Maar CEO zijn van een basketclub. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Het gaat Oostende voor de wind. Allee, al 10 jaar kampioen, dit jaar de dubbel. Maar wat van een CEO zijn dagen? Wat komt er daar allemaal bij? Okay, moet je bezig zijn met ticketjes verkopen? Of moet je bezig zijn met de transfers? Of loopt het allemaal door elkaar? Loopt eigenlijk allemaal door elkaar. Ja. Heel moeilijk te beschrijven wat een CEO van een basketclub, toch een professionele club, allemaal doet. Omdat we ook een heel klein team zijn. De staf is eigenlijk vrij klein. Waardoor hij heel hands-on moet zijn ook. Hè. Dus enerzijds moet je proberen lijnen uit te zetten en strategisch te denken op vlak van marketing. Hoe gaan we volgend seizoen de arena weer vol krijgen? Bijvoorbeeld. Ja. Aan de andere kant heb ik ook soms het gevoel dat ik daar echt weinig tijd voor heb. En moet ik bezig zijn met personeelszaken, betalingen doen, financiële zaken opvolgen, leningen aanvragen enzovoort. Ja, maar je hebt dat straks ook vernoemd, dat Belgische ploegen eigenlijk een stuk professioneler zijn. Hoeveel volk werkt er dan bijvoorbeeld in Oostende? Wij hebben nu weer 4 mensen. Ja. Amai, ik schrik daarvan, dat is niet veel. Nee. Dus ik ga een ander beeld over. Ja, dus iemand die vooral ticketing doet en secretariaatswerk en telefoons opneemt enzovoort. Iemand die dan commercieel bezig is. Iemand die eigenlijk het onderhoud van de zaal doet. Hè. En dan ikzelf. Dus dat betekent dat er heel wat domeinen zijn die ook niet gecoverd zijn door iemand specifiek. En dus dat je heel multifunctioneel moet zijn. Maar bijvoorbeeld, 7 juli is het de trekking voor de Basketball Champions League in Genève. Daar mag je, moet je bij zijn als club. Hè. Dus ik ga naar Genève straks om dat mee te maken. Maar tegelijkertijd, dat is een soort Europese loting. Ja, loting voor wie dat er in de poelen zit. Vorige woensdag had ik raad van bestuur van de Pro Basketball League. Hè, van de liga van de professionele clubs. Ben ik ook bij. Maar tegelijkertijd moet ik ook on the floor, moet ik mijn team aansturen. Heb ik contact met de coach. Hè. De coach doet natuurlijk al het sportieve, maar al het subsportieve, gaande van appartementen voor spelers, auto's voor spelers, commerciële verplichtingen voor spelers. Ja. Ja, dus dat zit ook allemaal bij mij. Hè. Dus dat is eigenlijk een heel divers palet, waardoor dat ik dat mijn valkuil ook is, dat ik eigenlijk te weinig tijd kan steken in wat strategische plannen of toekomstplannen, omdat ik te veel hands-on moet bezig zijn met dingen die gebeuren. En als we aan coach Djerdja zouden vragen of dat je al durft moeien in het sportieve, wat zou hij zeggen? Nee, en dat ga ik ook nooit doen. Ja. Is dat lastig? Nee. Ik heb daar geen enkele last mee. Ja. Ik spreek uiteraard wel over wedstrijden. Ja. En je weet ook dat ik zelf gebasket heb, dus dat ik ook wel iets van basket ken. Maar in de analyse achteraf kunnen we wel eens zeggen van die speler of dat. Maar ik ga mij nooit moeien met sportieven. En onderhandelingen met spelers, dat is...
Ook uw zaak? Nee. Wel, dat is eigenlijk vooral Johan van Lanotte die de onderhandelingen doet. En dan, contracten maak ik allemaal op. Ja. Dus de opvolging doe ik zelf. En achteraf heb ik ook wel met de... Dus elke speler heeft eigenlijk een soort agent, een agent. Een makelaar die zijn belangen verdedigt. Dus als er vragen zijn van de makelaars... als de spelers het zelf niet durven vragen, wat dat wel gebeurt en wat ik probeer te vermijden, want ik wil eigenlijk vooral met de spelers zelf contact hebben en problemen oplossen. Die vragen komen allemaal bij mij terecht. En dus van de sportieve cel of de sportieve deel van de ploeg, dan heb je 10, 12 spelers die op de payroll staan en de coach ofzo? Of staat er dan nog verdere sportieve stafleden op de payroll? Nee, de coach en assistentcoach staan op de payroll. En dan de spelers. Hè. Het gaan er nu wel iets meer zijn die op de payroll staan, omdat we in het voorbije maanden drie jonge gasten, die zij hebben kunnen tonen, gelukkig in corona, die ook wel ingevallen zijn als er 10 andere spelers corona hadden, hebben wij een contract kunnen aanbieden. Hè. Dat zijn natuurlijk geen contracten zoals dat... professionele speler dat heeft. Dat zijn ook nog studenten, die studeren nog allemaal. Dus dat zijn het soort studentencontracten die wij geven. En die gaan nu ook op de payroll staan voor een deeltijds studentencontract. Dus er gaan er in principe 14, 15 zijn volgend seizoen. Ja, oké. Terug naar Wevelhem, want de podcast gaat ook een stuk over Wevelhem. Je hebt zelf al verteld dat je favoriete spot in Wevelhem is je huis. Ik vind dat een zeer mooi en leuk huis, maar het is ingedeeld in verschillende sferen, als het ware. Is er één plaatsje of een cocoon dat je zegt van dat is echt mijn plaatsje als ik thuis ben en ik wil op mijn gemak zijn? Of ik word daar in die specifieke plaats gelukkig? Nee, ik heb in het huis niet zo een specifieke plaats. Ik heb één plaats waar ik eigenlijk... quasi nooit zit, en dat is aan de televisie. Mm-hmm. We hebben een soort televisieruimte in een putje, hè, een beetje zoals hier, wat verlaagd. En ik kijk eigenlijk nooit televisie. Maar geen tijd voor televisie? Of nee, gewoon, het is een medium niet. Ja. Nee, het interesseert mij niet. Pas op, er zijn een aantal dingen die ik graag zie. Bijvoorbeeld, een van mijn favoriete reeksen is Top Doctors, omdat ik de psychologie van die dokters eigenlijk... fantastisch vind, niet zozeer over het medische, maar wel hoe dat ze omgaan en hoe dat ze met patiënten en hoe dat ze in het leven staan. En, hè, dus dat zijn, vaak is het zo dat ik de reeksen die ik graag zie, dat eigenlijk persoonlijke verhalen zijn. Het is ook daarom dat ik heel graag naar podcasts luister, omdat dat ook vaak persoonlijke verhalen zijn. Die ik, bijvoorbeeld Touché van Friede Lesage, dat is... Ik kan nooit luisteren, of ik luister nooit op de radio. Uitgesteld, maar altijd uitgesteld in podcast. Dus dat is echt mijn favoriete bezigheid, om bezig te zijn met mensen en te horen hoe dat ze in het leven staan en wat dat ze doen in het leven en wat dat belangrijk is. Maar jouw man, Vincent, die ondertitelt tv-reeksen, heeft hij allemaal een goede tip gegeven van dat hij zei van kijk, Marie, dat moet je echt bekijken. En... Want het is goed vertaald. omdat het goed vertaald is, maar ook omdat het een goede tv-reeks is. Ja, maar ik... Ik vind het bijzonder lastig om te moeten kijken naar een reeks. Op een of andere manier is dat voor mij lastig. Als dat een korte reeks is, gaat dat, maar zo 34 afleveringen. Aan de andere kant, want dan moet ik mezelf weer tegenspreken, want de dertigers bijvoorbeeld heb ik niet op tv gezien, maar heb ik wel op mijn klein schermpje van mijn telefoon gezien. En dat duurt iedere keer 22, kort, 25 minuten. Dus dat is dan zo tussendoor de dertigers. Maar alles wat dat lang is en waar ik zo'n stuk verplichting bijna dan heb, doe ik dus niet. Dat is iets bizar, maar ik kijk dus eigenlijk nooit naar tv. En dus die plek is mijn plek niet. Ja. Maar alle andere plekken kan ik van genieten. Ik zit graag aan de bar in de keuken, terwijl dat Vincent dan aan het koken is, want ik kook niet. Dus de keuken zelf is niet mijn plek. Hè. Het fornuis is niet mijn plek. Je kookt niet of je kookt niet graag? Want ik denk dat Vincent zeer graag kookt, dus dat is handig voor je?
Ja, dus zeer handig. Hij kookt graag. Hij kookt ook niet zoveel, hè, want vaak trekken we allebei onze plan doorheen de dag om dan 's avonds niet te moeten koken. Maar ik kook niet. Ik kook niet graag en ik kook ook niet. Ja. Je kunt ook niet alles graag doen. Ja. Nog een afsluitend vraagje. Kijk je soms naar FC De Kampioen? Nooit. Oei. Dan heb je pech, want onze laatste ronde in de podcast is altijd de FC De Kampioenenronde. Het spreekt voor zich, daarom laat ik het even horen. De Kampioenen! Op wie leek onze gast? Voilà, daarmee is de vraag gesteld. We vragen elke gast, afsluitend in de podcast, maar wie van FC De Kampioenen, toch Vlaams cultureel erfgoed, kan jij jezelf het meest vereenzelvigen? Of misschien ontbreekt er net een personage FC De Kampioenen die niet Marie de Klerk goed weerspiegelt? Ik heb dus geen flauw idee wie dat de personages in FC De Kampioenen dat zijn. Dat is bewezen dat je geen tv kijkt. Nee, ja. Ik weet wat ik wel weet, maar ik weet niet welk personage dat ze is. Maar ik heb... de kinderen moesten, denk ik, vorig jaar of 2 jaar geleden voor de KSA verkleed zijn in een personage van FC De Kampioenen. Ja. Probleem. Waardoor dat ik mij een beetje verdiept heb. En dan was Lola... Carmen. Maar wie dat Carmen is, geen flauw idee. Wat dat haar kenmerken zijn, geen flauw idee. Dus ik zou de vraag terugstellen en aan jullie. En met wie vergelijken jullie mij? Bij wie pas ik best? Ik heb geen idee. Spontaan zou ik Bieke zeggen. Ah, wel, ik kan heel hetzelfde. Ik ging ook Bieke zeggen. En waarom? Ja. De gedrevenheid, de positiviteit, dingen aansturen. Ook over veel dingen de meningen in. En toch dat familiale. Siang Hu, goed samen met haar moeder. Ik zou Vincent niet vergelijken met Markske van FC De Kampioen. Op dat vlak moet er nog wat bijgeknept worden. Maar ja, Bieke, allez, zonder... Ja. Die is ook bezig met management en zo. Allez, de dame met de high-level dingen toch in FC De Kampioen. Dus ja, volg dat wel. Dus jullie gaan er eigenlijk vanuit dat elke mens in Vlaanderen FC De Kampioenen kijkt? Als jullie... Wat dat breed ingebed is. En... Ja, kijk je niet. Maar... Dat is al een fenomeen. Allee, ja. Absoluut. Wel... absoluut. Ja. En ik heb daar geen waardeoordeel over, hè, voor duidelijkheid. Het is niet dat ik... en misschien moet ik me daar eens in verdiepen, want Lola leest ook alle strips van FC De Kampioenen. Dus ja. Ik moet mij er een keer in verdiepen. Maar dat zijn eigenaardigheden, ben ik toch. Dat kinderen ook die strips lezen, die eigenlijk totaal niet... Allee, die heel was... anders zijn, omwille van de karakteristieken van een tv-reeks, zitten daar niet in. En toch blijft dat een succes jaar na jaar. Eigenlijk. En zelfs Jan Vertonghen blijft daar grote fan van. Dus, Maar ik denk dat dat al over voetbal gaat, niet over basket. Dat is het, Lennart. Dat is het. Ja, voetbal zegt mij inderdaad heel weinig. Kan mij zeer weinig boeien. En ik probeer ieder jaar zo'n keer naar een dan word ik eens uitgenodigd en dan zeg ik, oké, dan ga ik nog eens een inspanning doen om naar de voetbal. En na 1 helft zit ik in de bar, ergens. En ook KVO, de buren van de basketclub? Net hetzelfde. Ja. Het boeit mij niet. Maar dat komt echt door het ritme van het spel. De kracht, de spanning, mis ik alles wat ik in basket heb, mis ik in voetbal. Dus ik vind dat saai, vervelend. Ik kan er niet aan doen. Ja. En dus voor mij zijn basket en voetbal tegenovergestelde van sporten ook. Hè. Dus, pas op, ik kan nu wel de Rode Duivels bijvoorbeeld. Dat wel, hè, maar dat is ook omdat dat een stuk nationale... het zit in de lucht. Trots allee, is. En dus dat wel. En pas op, dat is ook wel goed voetbal. Dat kan ik wel zien als dat goed voetbal is of minder goed voetbal. Maar over het algemeen, een gewone wedstrijd vind ik... Ja, zie ik niets van dingen die ik graag zie in een basketmatch. Waar ik altijd gepassioneerd kan naar kijken. Ook al is er Rexona Boys dat ik moet gaan kijken. Mark van Basten heeft ooit een keer het voetbal hertekend. En die heeft eigenlijk al zijn inspiratie uit basketbal gehaald. Het is een historisch unieke gemiste kans om dat te doen. Dat was bij 9 tegen 9, kleinere doelen, timeouts, constante wissels.
Moet dat ik erop zoeken? Echt een boeiende oefening. Jammer, maar ja, dat zal wel echt aan voetbal liggen. Ja. Ik vind dat een mooi brusje, Steve, naar onze volgende gast in de podcast van Brak Frituur. Ja, die komt wel uit de voetbalwereld. Dus, Friedrich Haldof komt dan. Ja. Kan je hem? Top scheidsrechter, nee. Ja. Fantastisch. Ja. Oh, tof. Ja. Ah, wel, toch gaan we het over voetbal hebben. Ja. Dus, je moet dat niet zeggen dat ik dat niet tof vind, in voetbal. Ah, nee, maar... Nee, geen probleem. We gaan hem een keer uitnodigen op de basket. Ja. Misschien is dat... Ja. Iedereen kan bijleren van akkoord. Maar voordat we afronden, is er nog iets dat je wil meegeven aan de Wevelhemse luisteraars? Dat ik wil meegeven aan de Wevelhemse luisteraars? Dat ze meer podcasts moeten luisteren. En je had al eentje getapt, Friede Lesage. Friede Lesage. Zijn er nog andere podcasts die jou voeden? Ja, maar... In een heel andere orde, maar Esther Perel, ik weet niet ja, of je Esther ja, Perel... Ja, en ze komt binnenkort. Esther Perel, een beetje relatietherapeut uit Amerika, maar Belgische roots. Ja. En ze komt binnenkort naar Antwerpen. Ja, dus Where Should We Begin? Dat gaat over relaties, effectief. En heel boeiend qua concept is dat ze met mensen die ze eigenlijk niet in therapie heeft, maar die haar contacteren met een bepaalde specifieke vraag en... die ze, ja, ik weet niet, een paar uur, denk ik, ziet. En that's it, hè. Maar hoe dat ze op zeer korte tijd... Dat gaat dus weer over menselijke... over de psychologie, hè. Mm-hmm. Hoe dat ze op een paar uur tijd mensen kan doorgronden en proberen tools te geven om aan een probleem in een relatie te werken. Dus ik vind dat... Ik vind Esther Perel schitterend. Radio 1 heeft ook heel wat mooie podcasts. Iemand bijvoorbeeld is ook... en dat gaat ook over verhalen van mensen. Dus dat is eigenlijk een beetje de rode draad doorheen alles wat ik luister. Voor het management... Nee, dat kan mij niet zo boeien. Maar bijvoorbeeld de Standaard heeft nu ook een goede app, podcast. Ben je dan iemand die in de auto naar Oostende podcast luistert? Altijd. Ja. Want dat is nog altijd wat we zoeken, vind ik. Wanneer luister je naar een podcast, dan moet daar toch... Tijd voor hebben. En voilà, moet er bewust mee bezig zijn. Absoluut. Toch? Ja. En dus thuis bijvoorbeeld doe ik dat niet. Ja. Als ik ga gaan lopen, ook niet. Dan wil ik de wereld horen. Ja. Ja. Maar in de auto is dat eigenlijk een perfecte methode. Of op de fiets bijvoorbeeld, wat dat ook niet altijd zo veilig is. Hè. Maar in de auto is dat de perfecte periode om tot rust te komen en podcast te kunnen luisteren. Oké, dan ben jij onze ambassadrice om onze Wevelhemse podcast nog verder te verspreiden. Ik denk dat we hier ongeveer mogen afronden. Ik denk dat ik Anne zelfs voor de band kom met de frietjes. Ja, dus, klassiek eindigen we met de podcast met niet te luisteren naar de Sultans of Swing van de Dire Straits. En kunnen we nu gewoon frieten eten eigenlijk. Hè? Dus bedankt. Dank u wel. Dank u wel voor de ontvangst. Ja, oké. Okay. Ja, dat is het. Moet iemand mayonaise zijn eigenlijk? Anders is dat de mayonaise niet. Ik dacht daar. Dat is waar, hè? Oké. Smakelijk. Merci. Smakelijk.